President Daisy Boutersen is er voorstander van dat elke Surinamer meewerkt aan de ontwikkeling van de inheemsen in Suriname. Dit onderstreepte hij vandaag tijdens een spreekbeurt in de Palmetuin, waar er uitbundig feest wordt gevierd in verband met de Dag der Inheemsen en 128 jaar Javaanse immigratie. Boutersen zei dat de inheemsen wel de oudste bewoners van Suriname zijn, maar wel het meest achtergesteld. Wanneer uit pure nood onze Indiaanse broeders zich 2 dagen moeten getroosten om te varen van Kwamele Samuto naar Kuruni, om daar met behulp van anderen 54 kilometer open te kappen. Alleen maar dat de stad ze kan bereiken. Dus met Bejono het verhaal van integratie verder en het verhaal van we houden van elkaar. Laten we dit nobele wat we willen gaan doen. Laten wij daar ook inhoud aan geven. Laten we op zijn minst, en ik vraag onderwijs voorop, weten wat gebeurt met onze mensen in het binnenland. Volgens de president is het gros van de Surinamers nauwelijks op de hoogte van wat ons land te bieden heeft. Hoe meer interesse de Surinamer voor eigen land heeft, hoe meer elke Surinamer vooruit gaat, stelt hij. En natuurlijk moet ik zeggen, wanneer ik hier sta, als leiding van een land, dan ben je altijd hoofdschuldige, wat aan je tira konden. Maar het is een feit en ik wil u vragen om u mee te nemen op deze reis. Ik wil u vragen om u mee te nemen op deze journey. Ik wil u vragen om u mee te nemen op deze reis welke ik al jaren meemaak. Op deze eenzame reis waar anderen er continu grappen over willen maken. Laten wij ons bewust zijn. Laten wij ons bewust zijn en laten wij ons meer bezighouden met Suriname. Want President Daisy Boutersen vandaag bij de viering van Dag der Inheemsen en 128 jaar Javaanse immigratie in de Palmentuin. Hij is er voorstander van dat elke Surinamer meewerkt aan de ontwikkeling van de inheemsen in Suriname.